Wat in zijn programma staat, naast een Nexit en Nederland ten opzichte van de wereld afzetten, wat ook polariseren is, is natuurlijk ook zijn wens om de islam uit Nederland te bannen, om te zeggen moskeeën zijn niet meer toegestaan, de Koran is niet meer toegestaan. Kijk, uiteindelijk is leiderschap ook de ander de ruimte geven om zichzelf te zijn, ook als dat betekent dat het iets anders is dan jij. En er zijn zoveel mensen in dit land die volop bijdragen en heel graag onderdeel uitmaken van onze samenleving. Met hen wil ik graag één front vormen, tegen terreur, tegen haat. En dat is wat politici moeten doen. Het kabinet is gevallen, inderdaad, omdat de instroom naar dit land veel te hoog is. Er komen te veel mensen. En als politici blijven negeren dat dat een feit is. Als politici blijven negeren dat Nederlanders daar terechte zorgen over hebben. Dat we inderdaad niet tegenop kunnen bouwen als er 223.000 mensen komen. Dat inderdaad mensen zich afvragen, is Nederland Nederland nog wel? Kan ik nog wel veilig in mijn wijk rondlopen? Als je dat blijft negeren, dan gaan mensen op een gegeven moment denken, het maakt niet meer uit wat er gebeurt, want ze blijven toch wegkijken. En dat weiger ik. En daarom is het kabinet gevallen. Omdat dit land echte oplossingen nodig heeft.